Er is een onderdrukker, er is een groep die daar onderdrukt wordt. Misschien ben ik te simplistisch, maar misschien kan straks professor Tom Zwart daar iets meer over vertellen. Of misschien nuance daarin brengen. Ik ga niet namens hem spreken, maar dat is hoe ik het zie en hoe ik het ervaar. En dus als samengevat als antwoord op de vraag, natuurlijk is het geen conflict tussen verschillende religies. Wat men wel probeert naar buiten te brengen? Alsof het hier om Joden gaat. We hebben het ook hier in Nederland gezien. Een van mijn beste vrienden is Joods. We hebben nooit een conflict of haat jegens elkaar. Dat is aanwezig. Men leeft met elkaar op een vreedzame manier. Maar waar het hier om gaat, is niet een conflict tussen Joden en moslims. Het gaat hier om een staat die ervoor heeft gekozen om een land te bezetten. En dat zijn niet mijn woorden. En hier is er een autoriteit die daar veel meer verstand van heeft als ik. Er is een onderdrukker. Er is een groep die daar onderdrukt wordt. Misschien ben ik te simplistisch. Maar misschien kan straks professor Tom Zwart daar iets meer over vertellen. Of misschien nuance daarin brengen. Ik ga niet namens hem spreken. Maar dat is hoe ik het zie en hoe ik het ervaar. En dus als samengevat als antwoord op de vraag, natuurlijk is het geen conflict tussen verschillende religies. Wat men wel probeert naar buiten te brengen? Alsof het hier om Joden gaat. Ik zeg kritiek op de Zionistische staat, kritiek op Israël is totaal wat anders dan kritiek op het Jodendom of op Joden. In Marokko hebben we duizenden Joden die door de geschiedenis heen altijd in vrede met elkaar hebben geleefd. Sterker nog, er was geen onderscheid te zien tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dus laten we dat ook niet zo aannemen en laten we dat ook niet op die manier promoten.